Straks de moorden, Johannes heeft gegeven. Hij heeft onder ons gewoond. De kern van een huis is dat het prachtig gekozen. Hij is mens geworden, hij heeft onder ons gewoond. Dichterbij kan het. Met die zoon van God, die is mens geworden, die tussen ons woont, mogen wij een band opbouwen dat een fundament is. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat was lang geleden toen hij mens werd. Daarna is hij gestorven. En dan moet je toch aanvullen met de Bijbel in de hand, dat hij niet in de dood is gebleven, maar dat hij is opgestaan uit de dood. En dat hij de levende Heer is.